Hoi, met Angela van Angela's Creaties. Welkom op terug op mijn YouTube-kanaal. En ja, ik heb hem hier ook voor me liggen. De nieuwe knippen en plakken met Jaap. Happy Spring. Ja, eindelijk is de lente begonnen. Ik was er zo aan toe. Ik weet niet hoe dat met jullie is, maar oh, ik ben er zo aan toe. Ik ben al die regen en de kou gewoon zat. Ja. Het doet mijn lichaam niet goed, laat ik het zo zeggen. Maar goed, we houden de hoop. Ik ben dus met knippen en plakken met Jaap aan de slag gegaan. Ik heb alles al uitgeknipt. Ik heb de genoom. Die heb ik erbij gepakt. En deze, en die ga ik alleen, deze zijkant ga ik niet gebruiken. Dus ik ga maar alleen deze gebruiken. En dan, ik ga gewoon lekker aan de slag. Ik heb wat dingetjes voorbereid. De gnoom, die ga ik zo in elkaar zetten. Dan, de kleurtjes van de gnoom, die heb ik uit deze Essentials Paperbed van Studio Light gehaald. En ik vond die qua kleuren echt heel erg mooi bij elkaar passen. Dat is de SLES PP05. En hij is al een tijdje uit. Maar kijk, die kleurtjes. Echt super gaaf. Nou, daar ben ik mee aan de slag gegaan. Dat wil ik ook nog eventjes kijken of ik hier nog wat mee doe. Ga ik even naar kijken. Ik weet niet of een beetje sisal of dat hem wat wordt. Maar dat zie ik dan wel als zover is. Mijn lijnpistool, die heb ik al aangeslingerd. Ik kan lekker van start. Dit heb ik gewoon wit kartstok. Ik ga van mijn geloof een beetje afstappen. Ik ga niet de stressen, want ik vind het gewoon moet lekker fleurig blijven. En ja, dat past hier gewoon bij. Kijk, ik vond dit zo cute, hè. Ik vond deze zo cute. Dit is eigenlijk de mal. Ik hoef verder niet veel uitleg. Ik heb gewoon de basis, deze, in wit kartstok uitgesneden, geknipt. En de matlaag is gewoon dit randje. Dat heb ik gedaan. Nou, ik pak eventjes mijn... Nou. Blijf liggen. Ik haal even mijn taperunner erbij. En dan... Kijk, dat is ook zo leuk, hè? Die streepjes. Zo. Ja, die kleurtjes, die zijn zo gaaf, hè? Dus echt... Echt van dat heerlijke fleurig, hè? Echt, ja, geweldig. Even kijken. Ja. Even mijn velbeen. Die heb ik hier liggen. Zo. Zo. Ik vond deze wou ik een beetje zo een beetje laat. Dus ik ga eerst. En hier wou ik de gnoom doen. Dus die ga ik eerst even doen. Oh, deze zou ik er ook nog bij kunnen doen. Want ik heb wat pareltjes erbij gelegd. Die leg ik even apart. Die, even kijken. Dit is het lichaampje. Deze heb ik wel. Ja, er staat wat tekst op. Ach ja, weet je. In de hobbywereld kan alles, hè. Even kijken, want waar heb ik deze? Altijd even kijken hoe dat nou precies moet, hè. Ik ga dan even hier wat lijm op doen. Ja, en dan... Zo.
Dan weet ik dat ik hier aan deze kant niet heel veel lijm heb. Dus ik ga hier een beetje lijm erbij doen. Zo. Even een doekje. Want ik heb... Oh, nou. Ik hoop dat ik... Nou ja, en als we, dan werken we hem gewoon lekker even weg. Deze die komt dan hier. Zo. Kijk. Ik heb mijn lijmflesje net bijgevuld. Ik denk dat dat het is. Kijk. Maar goed. We zijn in kei en wegwerken, hè? Even kijken. Dit zijn de oortjes. Ja. Eentje. Die komt dan hier. Even kijken, zie ik dat goed? Ja. Andersom net. Zo. Even kijken of ik... Nee. Zo. Even kijken hoe dat voorbedoel ze dan nou precies. Hè? Oh, het maakt niet zo heel veel uit. Maar... Zo. En deze komt dan ook uit dezelfde peperbed. Even kijken hoor, dat valt een goede kleur. Ja. Ik wil die donkere kleur net eventjes... Wat mooier. Zo. Kijk, een beetje. Dat een beetje zo. Deze komt dan. Wil ik een beetje hier doen. Zo. Zo. En dan komt dat. Dit is het neusje. Ja, dat is op de donkere kant. Zo. Kijk. Dan zie ik alleen dat ik ze voetjes niet gedaan heb. Maar. Kijk. Is die niet cute? Geweldig, hè? Even kijken. Even, want de rest dat wil ik dan eventjes nog even gaan bekijken. Even de naald op mijn flesje doen. En ik had al eventjes wat dingetjes uitgeknipt. En ik vond het wel leuk om... die er een beetje zo. Kijk. Beetje de half achter. De bloem. Ja. Een blutje. Kijk. Ik doe de voetjes doe ik niet eens. Kijk dan, leuk hè. Deze wil ik dan hier doen. Kijk.
Ik ga geen sisal erop doen. Er komen wel wat. Ik ga wel wat. Wat pareltjes doen. Even. Deze. Zo zie je maar weer, hè. Je hebt eigenlijk niet veel nodig. Deze ga ik dan hier doen. Ja. Voor gewoon een leuke kaart. Zo. Kijk. En hier ga ik doen. Ik ga deze verhoogd opplakken. Ik pak weer even mijn rolletje erbij. Kijk, ja, ik. Ik ben op met deze hoor. Ik vind hem geweldig. Zo. Je kan het ook met rollen doen als je dat hebt. Of met. Wat je ook kan doen is. Met kit. Maar één tip. Ik ben er ook achter gekomen. Laat dat wel even drogen. En mijn fout is ooit een keer geweest. Ik had een super leuke kaart gemaakt. Als voordat mijn ouders toen zoveel jaar getrouwd waren. Ik zei tegen mijn zusje, ik maak een mooie kaart. Nou, prima. Echt super leuk. En ik had het met 3D kit gedaan. En ik had hem rechtop laten staan drogen. Stupid. Nou, jullie voelen me aankomen. Het is naar beneden gezakt. Ik baalde als een stekker. En toen zei ik tegen mijn zus, wat moet ik nou? En het was eigenlijk nog te kort dag om nog weer een nieuwe kaart te maken. Ik heb aan mijn moeder gegeven, aan mijn vader moeder gegeven. God, luister, desnoods maak ik een nieuwe. Maar ik wou hem je toch geven, we wouden je hem toch geven. En mijn vader en moeder zeiden allebei zoiets van, waarom moeten we een nieuw hebben? Maar deze is toch al mooi? Ja, maar. En nu is het elk jaar als mijn. Als de trouwdag van mijn ouders is. Mijn moeder is helaas dit jaar al 15 jaar weg. Eind deze maand is dat. Eind maart. En ik ben even aan het kijken of ik ze nog heb. Ja. En toch maak ik elk jaar nog een kaartje. Heel raar, maar. Toch een dag die nooit meer vergeten zal worden. Kijk, ik vind het wel leuk zo. En ik wil nog wat tekst bij. Er zit in het pakketje zitten ook echt super leuke teksten. Daar ga ik zo meteen even naar kijken. Deze doe ik niet verhoogd. Want hier doe ik dus wel even een stukje op. En ik zit even te kijken waar ik. Nee, die heb ik hier niet. Wat ik even dan doe is. Want die bloem. Die wil ik wel wat verhoogd opplakken. Dat wil ik wel eventjes doen. Zo, kijk. Ja. En dan de blaadjes. Die laat ik eronder. Schuif ik er dan onder. Zo. Kijk. Ik heb even een dotje van mijn lijmpistool bij. En die andere die komt dan aan de andere kant. Zo. Ja, ik vind de kleurtjes zo mooi. Ik denk, ja, ik ga dit niet. Ik ga dit niet beinkten. Ik laat het zo. Kijk dan. Leuk, hè? Oh, iets naar beneden. Sorry. Kijk dan, gaaf, hè? Kijk, en dan heb ik nog even kijken. Ik had mijn
mijn pareltje. Ik zit even te denken, zal ik die hier doen? Ja. Ik zit eventjes te kijken. Even mijn blikje erbij. En zo. Kijk. Dan schuif je hem er iets onder. Deze knip ik even een stukje. Zo. Even kijken. Zo. Deze die knip ik een stukje kleiner. Kijk, en dat schuif je dan gewoon allemaal hieronder. Zo. Al die draadjes. Zo. Even kijken. Dan gaan we eventjes kijken. Naar vandaag nog, ja, alsjeblieft. Goed zo. Even kijken, ik wil wat van deze pareltjes erop doen. Nou. Even te denken, zal ik hem hier erop doen? Kijk. En dan doe ik hier even nog even een, ook even een paar. Nou, kom op zeg vandaag nog. Kijk, dat vind ik dan wel weer leuk. Zo. Kijk dan. Ik ga eerst even kijken voor een tekst. Kijk, nog heel wat plaatjes om te knippen. En deze zetjes zitten er geen. Nou, vandaag nog. Helaas zijn de elementjes zijn wel niet. Ja, die zijn niet uitdrukbaar, zoals dit. Dus je moet wel knippen. Even kijken. Wat hebben ze er zo? Het zijn allemaal Nederlandse teksten. De eerste zonneschalen, vogeltjes fluiten, naar regen komt zonneschijn. De lente lacht. Zelfs de zon is in de wolken. De goedbon. Als je deze geeft, een cadeautje dan met wat geld erbij, dan zou je bijvoorbeeld een flopje kunnen maken. Een cadeautje voor jou, een nieuw thuis. Niks moet, niks en mag. Geniet van je pensioen, dag lekker, hallo vrije tijd. Echt, is leuk. Ga eens uit je bol. Fijne snipperdag. Of ik neem... Oh nee, fijne slipperdag. Ik denk al. Ik neem vandaag een slipperdag. Geweldig. Dag winterdepressie. Echt superleuk. Echt teksten. Echt voor allerlei gelegenheden. Heel leuk. Even kijken. Welke gaan we doen? Even kijken hoor. Rokjes en slippers. Ga eens uit je bol. Gewoon om je op te fleuren. Een vrolijk boeketje. Jemig, wat zal ik eens doen, joh? De lente.
lacht. Kijk dan, leuk hè? Ja, en ik wil er eentje bij doen. Ja, deze. Ik moet dit even in een mapje straks doen, want ik weet nu al dat ik straks meerdere teksten laat los. Dat vind ik zo zonde. Kijk. Leven in je, de vrije tijd. Kijk, die laat gewoon los. Dus ik... kijk, dan leuk, hè? Zal ik die... Ja, deze ga ik ook vooral zo plakken. Dat vind ik dan wel weer leuk, hè? Om dit een beetje... Zo. Dat is dan dit. Nou, kom op vandaag nog. Zo, even kijken. Naar regen komt zonneschijn. En dat zijn dan die puntjes waar het aan elkaar vast zit. Zo, en dan... Deze gaan we dan hier doen. Kijk. Zo. Nou, dat gaan we voor een andere creatie gebruiken. Dus. Na regen komt zonneschijn, de lente lacht. Zo. Kijk, dan zie je dat ik die vlekjes ook een beetje weggewerkt. Ik zal eerst even het lijmflesje... Even die ook dicht doen. Ja, even met de spetterpen. Want dat vind ik dan wel even leuk. Zo. Maar dat past hier wel hierbij, hè? Even de dingen even schoonmaken. Zo. En ik zit even te kijken. Ja, zal ik toch nog een beetje met mijn stikkertjes aan de kant aan de slag gaan? Ik kan het niet laten, hè? Gewoon eventjes toch nog een beetje wat... Deze is bijna leeg. Even te denken, ja. Ik zal deze even mijn top, de top erop doen. Ja, en dan pakken we even een andere. Want ik ben nog vaak weer zo iemand van onze benzuner, hè? Dan zit hij in de glitter, maar dat maakt niet uit. Kijk, gewoon eventjes. Zo. Ik kan het toch even niet laten om toch eventjes...
hier nog een beetje. Zo. Nou, dit is hem geworden. Oh, wacht, ik zie toch nog iets dat ik denk van, toch nog even een beetje doen. Zo. Kijk, toch nog wat erbij. Dit is hem geworden. Uit het setje knippen en plakken met K, met Jaap. Happy Spring. Ben je nog geen lid van mijn YouTube kanaal, dan zou ik zeggen doen. Want het staat heel veel online. Er komt nog heel veel online. En een like en een reactie wordt ook zeker gewaardeerd. En klik ook even op de notificatiebel. Dat zodra er een nieuwe video online is, krijg je daar gelijk een melding van. Ik zou zeggen, dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei!